Welkom bij een nieuwe aflevering van de Trident Podcast. Uh, mijn naam is Kevin en zoals gewoonlijk zit ik hier niet alleen. Uh, want ik zit hier met Jason Payne en dat ruimt. Dus nee. dat is. Uh, <laughs> ik, ik appte jou. Hé hey Jason, maar je heet, heet helemaal geen Jason. Nee, het was pas een feest. Ik heet, nee. uh, heet Sanjay, helaas. Ja, hoe? Uh... <laughs> nee, ik kwam er pas achter toen ik dus op jouw party ook ging kijken. Oh, echt? Dacht, oh, verrek, wat is dit nou dan? Party vlog ook echt. Ja, ja, ja. Ik heb mijn huiswerk <laughs> gedaan. <laughs> nice. Nee, maar mooi dat je er bent, man. Ja, Het, het is. is um... Ja, we hadden eerder al contact gehad en het leek je vet om, uh, om ook te komen. Dus uh, je bent er. Ja, en heel blij ook, want het ziet er hier uh, geweldig uit. Ja, we hebben het goed voor elkaar. Echt hè? Met, uh, met wat voor gevoel ben, je, ben jij hierheen gekomen? Nou, een podcast is natuurlijk anders dan. Normaal gesproken sta je zij achter de deks en laat je de muziek het woord doen. Maar nu. Uh, Komt de stem van Jezebeen uh, te pas? Hoe, oh. hoe met dat gevoel ben je erin gekomen? Wat voor woordje dat mooi? Ja, uh. mooi, mooi. <laughs> ik ben een poëet. Ja, Als ja, ik nu ja, zeg met mijn vriendin, jongen, ja. dan uh, komt kom er ook een mooie woordenbrij uit en Kijk, dan denk: ik, ach, het is en een, een fijne Ja, ah, Het is alles weer goed. Ja. <laughs> nice. Nee, maar wat, wat voor gevoel? Uh, hoe ben je ingekomen? Naja, nou gewoon heel veel zin in. Ja, ik uh, ik ben altijd wel uh, überhaupt onder de indruk dat mensen me willen horen praten. Dus uh, ja. Fijn ja. <laughs> dat dat kan. Nee, ja. mooi man, beter. Hey, ik heb een paar thema's die ik uh, sowieso met jou wil gaan bespreken. Alleen, ik begin altijd met vijf dilemma's. Um, daar dus zeg jij alleen uh, eens of oneens op. Okay. En dan gaan we die bij en dan gaan we daar het gesprek over voeren. En ik heb een, uh, een paar rubriekjes nog. Ik wil het gaan hebben over wat boekingen die er aankomen. Onder andere jouw label night 29 maart. Yes. Gaan het ook over jouw label he hebben. Dus er is volgens mij genoeg te bespreken. Ja, toch? Dus uh, laten we maar beginnen. Ik heb vijf dilemma's. En nummer één is: vroeger was hardstyle beter tussen aanhalingstekens. Eens of oneens? Oneens. Nummer twee: ik heb mijn hoogtepunt al gehad. Oneens. Break the rules records is anders dan andere labels. Eens. <laughs> Jason Payne komt terug op de blue op Defcon. Oeh. Die is bold. Uh, ja. Eens. Q-dance. Luisteren. Ik heb het maximaal uit mijn carrière gehaald tot nu toe. Oneens, sowieso. Heel gruwelijk. Oké, okay, vet. Laten we onderaan beginnen. Um, ik heb het maximaal uit mijn carrière gehaald. Tot ja. nu toe heb ik hem uh, uh, heb ik erbij gezet. Omdat hadden we het voor de tijd ook over, van hè, je bent, ik vind jou persoonlijk een van die jongens, de namen die voorbij kwam uh, in de era 2014-13 met de Raw en, en, en dus daar heb ik echt, echt genoeg van geluisterd. Alleen je bent ook nooit stil blijven zitten. nee nope. Want je gaat nog steeds door. Zeker. Maar jij zegt oneens. <laughs> ja. Vertel. Ja, even kijken hoor. Um, ik ben als liefhebber, ik zat net in de auto, zat ik even na te hoe lang luister ik nou eigenlijk al hardstyle hoe lang ga ik nou naar feestjes. Ik denk dat ik 12 was toen ik hardstal begon te luisteren, dat was 2002, 2003. Uh, echt het begin zeg maar. Daarvoor altijd early hardcore geluisterd, uh, hardcore millennium geluisterd. En ik was altijd al gewoon into the hard dance zeg maar. Um, 2005 ben ik naar mijn eerste feestje geweest, dus dat is 19 jaar geleden inmiddels, als, uh, als ik nog een beetje kan rekenen. 2005? Ja. Uh, ja, ik ben een oude lul aan het worden. Ja, ik wou niet zeggen. <laughs> maar uh, nee, ik uh, je weet je, dingen gaan gewoon heel snel en er verandert gewoon heel, heel veel. En uh, op het moment dat je dan eigenlijk al die jaren vet hard aan het werken bent om een keertje op zo'n podium te mogen staan, en het gebeurt, dan voelt dat inderdaad als een soort van mijlpaal. En een moment dat je, dat je er bent, weet je wel. Ja. Uh, maar ja. Het einde van mijn carrière of de mooiste dingen van mijn carrière. Nee, uh, ik ben pas net begonnen. En uh, ik heb nog heel veel te doen. Dus uh, nee, ik wil gewoon door blijven gaan. Ik ga ook gewoon nog elke dag door. Vraag het maar aan mijn vrouw. Die wordt soms helemaal gestorven. <laughs> omdat ik nooit stil zit. En nee. Uh, ja, nee. Maar dat, dat gevoel heb je dus echt van hé. Hey. Ik ben nog maar net begonnen. Ja, dat ja. Dat is wel echt gaaf, man. Want dat is. Uh, je bent 37. <laughs> ja, je 6, hebt oh, rustig. 6, 6, 6, 6. 6. <laughs> 36. Excuus. Je bent uh, 36. Ja. En, en. Ja. Het geeft mij. Ik ben al 27 net geworden. Het geeft mij een heel ja. fijn gevoel dat iemand van 37, ja. 36, zegt. Ik begin pas net. Ja, nou ja, ik uh, moet zeggen. Een van mijn grootste voorbeelden uh, is toch wel Dark Raven. Uh, die gast is inmiddels 3000 jaar oud. En die, die staat nog steeds elk weekend uh, meerdere keren te draaien en helemaal, helemaal los te gaan. Uh, dat is ook mijn missie. En ik ben dus nog maar op de helft. Ja. Dus uh, ik, uh, wat mij betreft gaat het nog heel lang door, totdat ik, uh, totdat ik dood ben. Ja, scheelt het dan ook dat je en te boeken bent voor, je, voor de new shit, maar ook voor de old school? Ja, ik, voor... vind het, uh, ik denk dat het ook een beetje op die andere stelling. Uh, uh, slaat. Maar ik, uh, ik mensen denken altijd dat ik alleen van de oude hou. Maar ik hou eigenlijk van alles. En ik hou van alle genres muziek. Uh, en binnen de hardstyle is er zoveel veranderd natuurlijk sinds dat moment dat ik begon met hardstyle luisteren tot nu. Maar eigenlijk vind ik alle stijlen hardstyle en alles wat er omheen zit, vind ik geweldig. Op ja. zijn eigen manier. Ja. Weet jij jouw eerste boeking nog? Want uh, 2012 was je eerste release mm -hmm. onder uh, Jason Payne. Ik weet niet ja. Heb je voor ook andere alias gehad? Ja, ja. ik uh, ben DJ Shine geweest. <laughs> ik ben Party Trackers geweest. Ik, uh, ik heb van alles gehad. En uh, elk verschillende genres. Ik, uh, ik heb urban gemaakt, ik heb house gemaakt, drum and bass, dubstep. Uh, ook op feesten gedraaid uh, in die genres. Totdat ik op een gegeven moment eigenlijk best wel vaak mijn setjes afsloot met, uh, met een hardstyle plaat of een hardcore plaat. Omdat ik dat in mijn vrije tijd het liefst luisterde. Ja. En eigenlijk uh, bij mijn laatste dubstep set, uh, set dacht, waar de fuck doe ik dit niet gewoon de hele tijd? In plaats van alleen aan het einde. Dus toen heb ik de rest van mijn uh, boekingen gecanceld. En toen ben ik uh, gelijk eigenlijk overgegaan op Harstal. Ja, ja, gruwelijk. <laughs> en, nooit, en nooit meer weggegaan. Nee, 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 nooit meer nee. terug. Nee, want uh, jouw eerste boeking die ik kon vinden. was 20 april 2013. Dat was Supremacy. Winston Kingdom Amsterdam. Yeah. Met ja. Freak, Yours, Truly en Tyrant. Ja, ja, en de grote grap is, is dat twee daarvan dat zijn mijn broertjes. Ah, serieus? Want uh, dat was het eerste Harstal feestje wat ik zelf uh, organiseerde. Check. Op de wallen in Amsterdam. Uh, fucking druk. Uh, ik denk dat er maar 200 man binnenpaste. Maar we verkochten elke, elke avond verkochten we iets van 1000 kaarten. Dat was omdat er zoveel toeristen langskwamen. dachten: hé, hey, hier is een leuk feestje. Mm -hmm. Nou, die lopen over de wallen, die komen even naar binnen. En die denken, wat een kutmuziek. muziek. Ja. En die zijn na tien minuten weer weg. Ja, maar ja, en dan we kwamen we een kaartje verkopen. Zeker. En dan ja. was er weer plek voor nieuwe, voor nieuwe gasten. Die kochten weer een kaartje. Dachten na nou, tien minuten, wat een kut muziek. En dan ja. waren ze weer weg. En toen kwamen we weer nieuw. Ja, ja. dus uh, <laughs> het komt dus weer niet ten goede. Maar uh, nee, het was wel uh, een goede manier om geld te verdienen. Inderdaad. Ja. ja, mooi man. Ja. En dat is nog maar het begin van uh, een lange, lange periode. Ja, ja zeker. Hey, en en uh, het maximale uit je een carrière halen. Ja. Um, want hoe, hoe was jouw workflow? Hoeveel was je ermee bezig? Is dat minder geworden? Is dat, wat heb je geleerd? Um. Nou, er is wel een verschil in de periode dat ik uh, rond 2013, 14, 15... dat ik net een beetje door aan het breken was. Toen was ik uh, student. Ik uh, studeerde nog. Dat betekende dat ik s'nachts moest werken... tijdens een nachtdienst op de taxicentrale in Amsterdam... Dus dat was 11 tot 7. En dan uh, tussendoor probeer ik zoveel mogelijk te produceren. Af en toe wat te eten en, uh, en weer door. Ja. Dus uh, dat is nu wel veranderd. Nu ik een dochter heb en een vrouw heb. En een, uh, gewoon lekker ja, een hoe, beetje normaal. Hoe combineer je dat nu? Want jouw passie die is, een, die is niet afgenomen. Nee, zeker niet. Dus ik kan me ook voorstellen dat jij overdag, of als je bij de kinderkrest bent, ook denkt: van, oh, oh, dit wil ik eigenlijk even maken. Ja. Hoe, hoe combineer je dat met, je, met ook de verantwoordelijkheden die je nu hebt? Nou, dat is minder lastig dan je misschien zou denken. Ik ben namelijk echt gek op kinderen. En kinderen over het algemeen ook op mij. Uh, ik ben het type die zondag, als hij brak is na zo'n boeking. Uh, nog steeds met, uh, met twee kids op mijn rug. Uh, paardje aan het rijden is en zo. Afgelopen weekend nog gedaan zelfs. Uh, dus uh, nee, ja, weet je, ik, ik vind het helemaal niet erg. En ik probeer eigenlijk, uh, nadat ik mijn dochter lekker naar bed heb gebracht. het boekje heb voorgelezen. nog even een paar uurtjes te pakken. En soms wordt het een beetje later. Maar dan slaap ik maar wat minder. Ja. Want overdag, uh, jij werkt er ook gewoon bij? Ja, ik, ben, uh, ik was drie jaar lang fulltime artiest en uh, dat ging prima. Uh, daar kon ik de rekeningen van betalen en iedereen was blij. En uh, toen kwam corona en toen ging het opeens heel snel uh, leeg, die agenda. Ja. Um, ik, op een gegeven moment raakte je spaargeld ook op en ik uh, was op zoek naar een baan. En ik vond een, uh, een baan in de IT bij een uh, bedrijf dat websites maakt en apps maakt. En daar ben ik nu nog steeds aan het werk als tester. Dus dat doe ik door de week. Ja, en dat is, daarvoor heb je ook geleerd dan, neem ik aan. Hè? Toen in de periode. Nee, ik heb rechten gestudeerd. Iets heel anders. Nee, ja. ja, tijdens mijn studie kwam ik er al heel gauw achter dat ik muziek uh, belangrijker vond. Daardoor heb ik ook uh, acht jaar gedaan over mijn driejarige studie. Uh, dankjewel, duo. Uh, en uh, nou ja, voor de rest, uh, toen ik eigenlijk klaar was met studeren, dacht ik ik wil niks met rechten gaan doen. Uh, Dreiging toen. Je hebt, super oh, je hebt lekker. hem uh, afgemaakt, natuurlijk. Ja, 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 ja. ja, het heeft even geduurd, maar ja. uh, daar heb je ook wat. Nee, ik, uh, ik heb eigenlijk. Um, nee, ik heb, ik heb daarna drie jaar eigenlijk fulltime gewerkt. En, uh, uh, in, de, in de muziek. En uh, toen de corona kwam, toen moest ik weer die baan gaan zoeken. Dus ja. nu werk ik uh, vier dagen in de week uh, als testen. Ik vind het eigenlijk wel pijnlijk om te horen. Ja. Omdat dan? je dan wel. Nou, je hebt, je hebt wel je droom behaald. En, ja. en dat er dan door zoiets waar je totaal geen controle over hebt. Ja. dat je toch in één keer. Iets anders moeten gaan doen. Ja, het begon. Uh, het was zelfs nog kutte. Het was een jaar na. Nee, een jaar voor corona bedacht ik me dat ik mijn eigen label was starten. Ja. En ik had alles een beetje op een rijtje, alles ging lekker. En uh, mijn album gemaakt om als eerste klapper echt een goed album te hebben op, uh, op het label. En toen kwam corona, net toen ik me twee dagen voordat ik mijn eerste show zou hebben, mijn eerste uh, albumshow, toen werd de boel dichtgegooid. <laughs> dus ja ja dat is echt pijnlijk die was lelijk ja, ja die was heel lelijk ja. ben je... Nu, nu heb je alles weer een beetje op de rit nee mijn leven is nog steeds echt het is nog steeds <laughs> nooit meer bovenop gekomen nee, nee. Ja. nee het gaat goed mooi ja. beter maar goed om te horen um, nummer 4, Jason Payne komt terug op de blue je hebt 2022 dacht ik stond je ook op de blue ja uh, op de zondag of was het op zaterdag? Heel erg, ik weet het gewoon niet meer. Was het zondag? Ik Volgens mij was het zondag. Volgens ja. mij wel. Ja. Je ja. Hey, kom terug. Ja, Althans, als het sowieso. aan jou ligt. Sowieso. Ja, ja. kun je ons meenemen. En, en ik denk dat de meeste luisteraars het wel weten. Maar de Blue is toch wel de holy ground van de Raw Hardstyle op Defcon. Zeker, zeker. Hoe, uh, hoe, hoe was ja. het voor jou, die Blue? Nou, de eerste keer voor mij was in 2016. Toen mocht ik met uh, Terra daar uh, afsluiten. Ook op zondag. En uh, ja, dat is gewoon gigantisch. Die tent is gigantisch, de sfeer is gigantisch. Mensen zijn helemaal in extase. Dat is gewoon precies wat je wil als je daar draait. En mensen komen, ik bedoel, het is een fucking groot festival. En dat mensen dan precies daar staan voor jou. Ja, ja daar word je gewoon heel erg, uh, heel erg blij van. Het ja. is gewoon echt, uh, echt toch Gruwelijk man. Ja. Dus die, uh, die gaan we in de gaten houden. Heb ja, je hebt zeker. er niks over gehoord voor dit jaar? Nee, nee. Oké. Okay. <laughs> um, break the rules. Records, dat is jouw, uh, kunnen we ook zien op je shirt, uh, ja. dat is jouw label. Ja, dat is ook het label waar je het over had uh, Zeker. voor de corona. Welke regels gaan jullie verbreken? Alle regels. Alle <laughs> regels. Jij zegt van, uh, ja. hij wordt anders dan andere labels. Ja. En, en eigenlijk Zeker. elk label zegt dat. Ja. Uh, wat is jouw visie op, op waarom het anders is en, en hoe... Hoe wil jij dat label geven? Nou, ik heb Break the Rules eigenlijk gestart omdat ik uh, ziek was van het feit dat de meeste artiesten duizend keer berichtjes moeten sturen naar labels. Hopen dat het een keertje gelezen wordt, hopen dat ze een keertje reactie krijgen. En uh, vooral als ze reactie krijgen, dat er heel vaak op hun artistieke visie, zeg maar, duizend keer ge gezeken wordt. Hm. Um, ik, ik snap dat als labelbaas nu als geen ander. Uh, je natuurlijk je eigen smaak hebt... en dat je label toch ook een beetje je eigen kindje is. Maar ik vind dat artiesten zelf moeten bedenken... wat voor muziek zij willen maken... wat voor visie zij willen uitdragen voor hunzelf. En dat het label daar eigenlijk uh, ondergeschikt aan moet zijn. Uh, ik ben dus niet de type die tegen artiesten zegt... Yo, deze track hij is goed geproduceerd, dat is het punt niet... maar ik vind hem gewoon niet zo leuk. Dus ik breng hem niet uit. Dat is niet aan mij... Uh, het is gewoon aan jou om zelf je tracks te maken. Zelf te kiezen welke tracks je uit wil brengen. En ik zorg ervoor dat het gebeurt. Mm. En dat vind ik wel een groot verschil. Uh, vooral omdat de meeste labels toch heel snel. Ja, dat merk je ook. Als je naar een label luistert. drie kwart van de artiesten klinken eigenlijk best wel hetzelfde. Ja. Wat wij proberen te doen is gewoon echt iedereen zijn eigen visie te geven. Zijn eigen muziek te maken. En gewoon ook vooral uh, dat iedereen gewoon echt anders klinkt. Ik heb niks aan tien artiesten die eigenlijk allemaal hetzelfde klinken. Nee. Nee. En lukt dat ook in de praktijk? Ja, behoorlijk. Als je kijkt naar wie we nu allemaal hebben staan. Nou, er zit echt van alles bij. Tot echt gated kicks en echt duistere shit. Tot echt super blije platen. Uh, met nog een beetje een hardstyle vibe. Uh, tot de dingen die ik maak. Die ook echt constant vers uh, eigenlijk verschillen van, uh, van de vorige plaat. Ja. Ik, uh, ik ben zelf ook... Ik, ik heb niet echt één stijl. Ik vind het leuk om eigenlijk gewoon te doen wat ik op dat moment vet vind. En dat kan over twee maanden weer iets heel anders zijn dan wat ik nu heb gedaan. Ja. En dat is ook wat je eigenlijk wil uitstralen met het label. Ja. Van hé hey jongens, uh, dat je echt die artistieke vrijheid ook hoog in het vaandel hebt. Van, Zeker. Hé hey jongens, maak wat je leuk vindt. Als, je, als ja. jij vindt deze plaat hoort bij wie ik wil zijn als artiest. Ja. Is dit voor jou de plek en dan ga ik jou verder helpen. Ja, ja. en ik uh, weet je, natuurlijk heb ik af en toe open aanmerkingen. En ik ben echt te zeikend van mezelf. Dus uh, dan horen ze het wel. Maar ik zal nooit zeggen: hé, hey, dit is niet mijn smaak, dus we gaan dit niet doen. Nee. En in de community dan? Um, fans van Break The Rules, maar ook artiesten bij elkaar. Uh, doen jullie ook van Riders Camp of een keer met z'n allen wat doen? Ja. Dat je ook echt die, die groep ook, dat het een beetje familie wordt. Ja. Vind je dat ja. ook belangrijk? Ja, zeker. Ja, ik ben sowieso een familieman. En uh, we gaan toevallig binnenkort uh, op uh, Riders Camp. Ons eerste Riders Camp als uh, volledige groep. Dus uh, ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Ja. En uh, wat eruit komt. En natuurlijk 29 maart. Dat is... Over een, op een over een week? Is ja. het vandaag 22? Ja, 22 alweer. Ja, ik, dus ik... over een week is dan de, de label night. Ja, ja, en dan gaat het helemaal los. We hebben nu gewoon negen artiesten. We zijn negen man sterk. En het is een hele lieve, kleine, schattige venue. Maar met dik geluid en waar je gewoon lekker los kan gaan. Uh, het wordt intiem. Het wordt, uh, het wordt gewoon ja, klein, maar toch gewoon intens. En ik denk dat dat juist de plek is waar echt onze, onze grootste fans, zeg maar, echt alles kunnen krijgen. Ja, wat ze van ons label verwachten. Ja, gedoe. Ja. Ik, <laughs> ik ben benieuwd. Ik moet eerlijk zeggen, ik had er nog niet, uh, niet van gehoord. Maar ik heb het wel even opgezocht en het is wel gewoon weer. Eigenlijk, het is ook een nieuwe stroming, hè? want we hebben. Um, uh, True ID hebben we ook gehad. Dat is mm -hmm. volgens mij de derde aflevering van uh, Diederik. En um, Break of Dawn en Vine. En die zeiden ook eigenlijk van. Dat er juist weer ruimte moet zijn voor dat mensen eigenlijk kunnen doen wat ze willen Ja, ja uh, in een studio. Zeker. Nummer twee. Ik heb mijn hoogtepunt al gehad. Oh, ja. Deze vond ik wel uh, lastig. Ja, want we yeah, hebben is voor de tijd. Ik had gehoopt dat je zei, uh, zo zeggen, oneens. Dat heb je ook gedaan. Want dat geeft <laughs> wel aan dat je nog steeds die drive hebt. Zeker. Maar je hebt natuurlijk wel al oh, heel wat hoogtepunten meegemaakt. Ja, en dat waardeer ik ook. Dat ja. koester ik ook. En daar geniet ik echt. Weet je, natuurlijk niet dat ik er elke dag aan denk. Van hé, hey, hoe hard base, of iets anders, maar uh, ik denk er wel heel vaak over na. Ja. Dit zijn wel echt de momenten waar je natuurlijk als jongetje van droomt... en waar je dan een keertje van hoopt dat het gaat gebeuren. Ja. En dan gebeurt het gewoon. En dat is gewoon... Weet je, daar gaat natuurlijk heel veel aan vooraf. Heel veel tijd, heel veel, heel veel dagen en nachten dat je daarmee bezig bent. Maar ook afspraken die je afzegt. Uh, dingen waar je niet bij kan zijn. Uh, toen vriendjes buiten aan het spelen waren... In, uh, toen ik gewoon veertien was toen was ik al van joh van nee fuck it ik wil produceren en ik wil ja. gewoon dingen gaan leren ja, 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 want ja. ik wil hier ooit staan weet je wel dus uh, dat het dan lukt dat is gewoon geniaal en uh, daar denk ik inderdaad nog heel vaak over na. Ik, ik geniet daar nog steeds van. En af en toe is het ook gewoon wel grappig om weer. Het is nog steeds gek ook. Om zo'n uh, zo aftermovie of zo'n uh, live-registratie van jezelf te zien. Je <laughs> ja, dat je dan bezig bent. Ja, dat heb je. Kijk ja, je hem nog wel eens terug? Nou ja, ik vind het. Ik, het is niet dat ik dagelijks naar mezelf zit te kijken. Ik ben wel redelijk narcistisch. Maar uh, zover <laughs> ga ik nou weer ook niet. Maar uh, nee, weet je. Ik bedoel, af en toe is het gewoon geinig om te zien. Of als je. Bijvoorbeeld, mijn dochter die wil wel eens weten van. Hey, wat, doe, wat doe je nou eigenlijk, papa? Ja. Yeah. Uh, dat je dan wat dingen kan laten zien. Uh, maar inderdaad, ja, hele mooie dingen meegemaakt. Uh, maar ik heb het idee dat we nog lang niet, uh, nog ja. lang niet klaar zijn. Mag ik er eentje uitpakken? Want uh, hadden we Hardbase uh, 2016. Yes. Uh, Tree de Hardway. Yeah. Uh, strength Power Domination. Yeah. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen? Dat was eigenlijk er ook eigenlijk maar één plaat uit. Dat is die plaat. Het was eigenlijk speciaal voor hardbase. Ja. Maar hoe zijn jullie buik elkaar gezet? Hoe is het tot stand gekomen? En hoe was ook die voorbereiding? En dan wat helemaal toewerkt naar één stage moment op, op uh, hardbase. En dan ja. later in 2019 nog even ja. tijdens de showcase. Hoe, hoe kun je ons meenemen in die periode en hoe, hoe dat ook was voor jou? Ja, ja ik. Um, even kijken. Ik was. Uh, ik kreeg een belletje van B2S. Uh, en dat was, uh, dat was toen de artist manager die daar, uh, die daar werkte. En die belt mij en die zegt: Yo, uh, alles goed. En uh, ik heb een vraagje. Hoe zou jij het vinden om op hardbase te staan? Ik zeg, nou ja, kut. <laughs> <Nee>. <laughs> maar ik, uh, ik was natuurlijk gelijk een soort van. Uh, ja, je, je bevriest gewoon even op dat moment. Dat je denkt: van gebeurt dit echt, weet je? Dat is toch wel. Zo'n belletje wat je eigenlijk niet verwacht. Nee. En uh, ja, fucking graag natuurlijk. En uh, eigenlijk is het vanuit daar het idee gekomen om uh, met z'n drieën iets te doen. Om uh, samen een nieuwe act op te zetten, speciaal voor hardbase. En uh, daar dus inderdaad ook een, uh, een eigen trek aan te verbinden. Uh, en zo is dat eigenlijk uh, tot stand gekomen. Ja. Zo zou ik begonnen in de studio daar bij BTS. En uh, uh, zijn we heel vaak natuurlijk uh, bezig geweest om uh, ideeën heen en weer uh, te pingpongen. Uiteindelijk ben ik met het idee gekomen van de tekst. Uh, de melodie kwam toen vooral vanuit uh, Requiem. En de kicks vooral vanuit ja. Regain. En uiteindelijk heb ik zeg maar de laatste sausje en dingetjes over dingen gegooid. En uh, is eigenlijk alles nog drie keer door iedereen. Uh, nog een keertje behandeld voordat we helemaal klaar waren. Ja, en ja, het ja. moment dat je hem dan voor het, uh, voor het eerst draait. Hoe spannend. Dat was echt absurd. Ik... Ja, hè? ja, ik moet zeggen, uh, gek genoeg was het eerste absurde moment net daarvoor. Want je hebt bij de uh, aankondiging van je hele team, zeg maar Team Red. Ja. Heb je al dat je even daarboven op dat podium staat? Ja, iedereen komt er met z'n allen toch? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. En uh, de dag ervoor hadden we de soundcheck. Dus dan sta je al in het Gelderdome. Heel gek, want ik was er al honderdduizend keer geweest op feesten. Ja. Uh, en dan ziet het er heel groot uit. Maar als, je, als het dan leeg is, dan lijkt het, het steeds kleiner, gek genoeg. Mm. Uh, maar nog steeds immens natuurlijk. Nou, dan sta je op dat podium. Ze zijn nog van alles aan het regelen. Overal hijskranen en dingetjes. En uh, nou ja, alles gecheckt. Alles klonk goed. Alles was top. En de dag daarna sta je daar dan echt. En dan staat het opeens vol. En je bent natuurlijk al een beetje in het publiek. Ik ben ook sowieso het type die dan eigenlijk de hele avond op zo'n feest is. En je gaat dus omhoog. En het is gewoon... Het is en, echt wild. Hoe ging je om met die spanning dan? Want is dat... Is dat ja. Ik probeer het me voor te stellen. Maar dat, dat kan natuurlijk helemaal niet. <laughs> maar... Is het dan dat je voor de tijd denkt van ik ga oud? Of denk je ga je automatisch piloot En dat je achteraf denkt van holy shit, want. Wat, wat er komt natuurlijk heel veel kijken op dat. Wat jullie deden dan een half uurtje. Want jullie sloten de volgens mij het team red af. Ja, ja helemaal aan het einde van de en, nacht. Ja, dus dan. dan maar was de sfeer relaxed onder jullie? Of, of is de een dan toch gespannender dan de ander? En de ander die gaat dollen en de ander die, die kan niet meer praten. Hoe, 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 gaat uh, hoe is de synergie in zo'n zo team dan? Nou ja, ik. Uh, we zijn eigenlijk alle drie wel een beetje van. Uh, van gewoon het dolletje maken, lolletje maken, lekker lullen. En. Uh, ja, weet je, uiteindelijk. Het klinkt bij heel gek. Maar ja, je staat op zo'n groot podium. Maar ook ja, je hebt dit al honderd keer gedaan. Uh, ja, weet je, het is, het is waar ik het gelukkigst van word. Ja. Het is waar ik me het meest Sanjay voel, zeg maar. Heel gek, maar ik voel me het meest mezelf als ik op het podium sta. Ja. Uh, dus dan, dan komt dat ook gewoon, zeg maar, uit zichzelf. En ja, ik ben zeker zenuwachtig, zenuwachtig uh, geweest. Ik ben nog steeds, moet ik zeggen, elke show net voordat ik moet draaien... dan uh, begin ik wel lichte kriebels te voelen, ja. zeg maar. maar het zijn van die lekkere het hoort lekkere ja. Ik denk op het moment dat je dat niet meer voelt, kun je beter stoppen. Inderdaad, inderdaad. Dus dat ja. uh, mooi maar, gaaf. We hebben ook ja. uh, op het laatste hebben we ook nog een paar vragen um, uh, die zijn ingestuurd door gasten via Instagram mm -hmm. en uh, er zit ook een kleine vraag tussen voor uh, treat Hardway. hard way. Nice. Dus uh, we komen er zeker op terug. Top. Um, vroeger was hardstop beter. Ja, je zei eigenlijk is heel snel. Nee. Nee. Nee, uh, laat ik even vooropstellen dat ik zeker de nostalgische gevoelens voel die de meeste mensen hebben. Ik zeg ook niet dat uh, alle nieuwe hardstyle geweldig is, maar dat was alle oude hardstyle ook niet. Nee. Uh, weet je, je herinnert je alleen de platen die echt de topst waren. Niemand herinnert zich een plaat die Shaki heeft gemaakt. die super kut was. Nee. Want die heb je nooit meer geluisterd. Daar denk je nooit meer met warme gevoelens aan terug. Dus uh, naarmate platen ouder worden. denk je alleen nog aan de leuke platen. En ja, zo is vroeger alles altijd beter. Ja. Dus uh, nee, ik, uh, ik, wat ik zeg. ik ben begonnen in 2002 met hardstal luisteren. Uh, toen had je een bepaalde stijl. Dat was meer harddance, techno. en een beetje gemixt. En dat werd langzaamaan. Meer hardstyle. Nou, toen kreeg je op een gegeven moment uh, meer de melodieuze dingen, de pitch kicks en dingen. Nou, toen had je al mensen die zeiden: oh nee, vroeger was de hardstyle veel beter. Nou, vervolgens komt er al. Nou, had je weer mensen: oh, vroeger waren de pitch kicks veel beter. En zo ga je maar door met ja. alle verschillende variaties die je maar kan verzinnen. Zaagkicks, uh, piepkicks, kicks, uh, nu weer dat geklonk. Weet je, ik vind het allemaal lekker. Uh, als er maar liefde in zit en als het gewoon lekker werkt. Ja. En dan maakt het mij geen reet uit of het super oud of super nieuw is. Nee. Kun jij je nog herinneren, want we, we, we spreken nu over... Uh, en ik ben het met je eens over wat je zegt. Ik, ik denk meer dat vroeger was alles beter. Ik denk dat het woord beter niet, niet juist is in die zin. Ik denk vroeger was alles bekender en dat voelt beter. Ja, want ja. mensen vinden verandering gewoon heel lastig. Ja. helemaal. Ja. Dus dat, uh, dat ben ik helemaal met je <laughs> eens. Uh, kun, we, we hebben het nu over hardstyle. We noemen heel snel euphoric, raw. Kun jij je nog herinneren wanneer raw kwam? Maar zeggen, dat is er natuurlijk ingeslopen. Maar, maar kun je ons meenemen naar hoe dat toen voor jou was? Want jij zat er toen middenin. Ja, nou, ik moet zeggen. Voor mijn gevoel is het al eerder gebeurd dan dat ik uh, bezig was. Ik denk namelijk. Ik ben echt mega fan van Zani. Altijd al geweest. Uh, maar ik vond hem altijd al een stuk ruiger. dan de meeste hardste artiesten om hem heen. Uh, weet je, alles was gewoon iets dieper. iets duisterder, mm. iets zwaarder. En uh, dat, dat trok me eigenlijk altijd al. Nou ja, 2009, 2010, toen begon dat een beetje. En ik denk dat rond 2011, 2012, toen begon het wel echt groter te worden, zeg ja. maar. Meer artiesten die dat gingen doen. Ja. En, uh, en ja, 2013 kwam ik uh, om de hoek kijken, zeg maar. Ja, ja volgens mij had je uh, Hunter of the Dark van Natalia ook voor verhaaierd op de duur. Ja, die had ook die plaat uh, in hysteria, dat ja. was dan ook... Uh... Drop in bombs. Ja, lekker. Dat is gruwelijk. <laughs> Nee, vet man. Um, ik zag jou op 8 december 2023 een post posten. Een Instagram post. Uh -huh. Waar ik een heel bekend logo zag. Een logo die, die voor mij altijd als thuiskomen voelt. Het B2S logo. Ja. <laughs> um, big things coming 2024. Ja. ja. Uh, mag je daarover iets over zeggen? Of, want, wat... Ja, nou, ik moet zeggen. Vertel. Voor mij was het heel groot dat we als Break the Rules uh, daar een showcase konden doen. Uh, dat was eigenlijk waar die meeting over ging. Uh, ik wou heel graag uh, allemaal artiesten een plekje geven op, uh, op Decibel. En uh, het is nu inmiddels al bekend. Uh, we mogen daar dus op de Raw Stage. mogen gewoon met, uh, met ons negenen. Gewoon gewoon laten zien waar Break the Rules voor staat. En dat is Fet. fucking gangster. Ja. Dus dat, dat is het voorkomende Decibel. Yes. En je zegt, wat ja. is inmiddels al bekend? Was dat. Dat was. Z zijn dat die announcements die vandaag zijn gekomen? Of nee, die or? announcements die je, die zijn vorige. Op? Twee, drie weken geleden was dat. Oké, okay, natuurlijk. Ja. Beter. Ja. Beter. Ja. Ik, ik mis Beat wel. Ja? De, de loudness. Vroeger had je van ook Trilogy. Ja, ja. Trilogy, Knockout. Ja. Uh, ik zou ze ook heel graag terug willen, terug willen zien. Ja. Vooral Knockout. Ik, uh, ik had altijd gehoopt dat ik uh, iemand helemaal uh, kapot kon maken... met ja. uh, grappige filmpjes ja. en uh, diss en zo. Dat had ik wel echt heel vet gevonden. Ja, ja. wie weet in de toekomst. Want ik dat, hoop dat, dat, dat viel me op met... Nou ja, je hebt ook in principe overal gestaan... Uh, op elk feest, maar ook op sommige feesten die er niet meer zijn. Ja. Uh, Cubase. Ja, ik mocht uh, als laatste samen met Apex uh, de hangar nog een keertje betreden. Ja, we uh, waren de laatste? De, de, de laatste. Ja, ja, we waren de allerlaatste artiesten op de allerlaatste Cubase in de hangar. Ja, Vet man. Ja. Want uh, Q, of Cubase was altijd toch, omdat er de limieten van de decibel gelden daar niet. Nou, het is wel echt. Mokerhard ja. in de computer. Ja, ik weet nog dat de eerste keer was 2015. Toen stond ik uh, in een terrekortsbunker, en mensen moesten op een gegeven moment gewoon een stukje naar achter omdat het gewoon te hard stond. Het was gewoon echt dat blaast gewoon door je heen. En op een gegeven moment is het ook gewoon niet meer gezond. Ik nee. bedoel, ik hou ook van teringharde herrie. Uh, zoals de meeste mensen. Maar ja, het moet wel even. Het moet wel gewoon leuk blijven, zeg maar. Ja. En af en toe heb je echt daar gewoon het gevoel van dat je gewoon. Het is niet meer leuk. Nee, dat je gewoon kapot geblazen <laughs> wordt. <laughs> ja, ja. Ja, ja, heerlijk feest is hey, dat. Uh, we, hebben, we hebben het veel over het verleden. En. Um, ik wil eigenlijk nog heel even in het verleden blijven, voordat mm -hmm. we ook even naar de toekomst gaan, want jij bent veel meer dan wat je hebt gedaan. Uh, weer een mooie, hè? Ja. Ja. Maar, uh, ja. Ik. Die ik... vriendin van jou, ik ben wel benieuwd wat ze, wat ze van je vindt. Uh... Ja, nou, nee, we kunnen er een keer uitnodigen. Ja, dan, uh, is goed. Ik ben heel, heel erg benieuwd. Uh, <laughs> ik moet ook wat tips van je krijgen. Denk ik. Ga jij dan hier zitten en dan gaan ja, wij daar is zitten. Is goed. Zo'n relatie. Uh, <laughs> <laughs> um, Goldschool. Ja. Die zie ik veel voorbij komen als je ook je classic zet. Ja. Kun je ons meenemen in, in, in wat, wat houdt dat in? Ja, Gold School is eigenlijk in een paar woorden. Het is gewoon uh, classics voor de TikTok-generatie. Hé, wat? Yeah. <laughs> ja. Nee, ik, uh, ik ben eigenlijk al altijd... en dan heb ik het echt vanaf het begin dat ik naar Hardstyle Feest ga... irriteer ik me de pleuris aan dat sets soms overgangen hebben... die pas na vijf minuten doorgaan naar de volgende plaat. Ik snap dat de plaat heel mooi is. Ik snap dat het echt fucking leuke stukjes heeft. Maar als DJ kan ik gewoon niet vijf minuten staan wachten eigenlijk... totdat ik weer iets mag gaan doen. Hmm. Een track overmixen of een trek gelijk trekken... dat kost tien seconden en de rest van de tijd... Weet je, je bent even een beetje aan het meegenieten van de muziek. Je kijkt naar het publiek. Uh, je drinkt even een slokje van je, van je biertje. En daarna wil je toch gewoon door. Ja. En uh, ik ben altijd al ongeduldig geweest erin. En uh, eigenlijk, toen ik van plan was om een classic set te gaan doen, toen dacht ik: Dit is het moment. Want iedereen kent die plaat al. Je hebt dus niet nodig dat je vier minuten lang diezelfde plaat hoort. Uh, eigenlijk kan je met best wel korte stukjes kan je al de essentie van een plaat. Naar voren laten komen, zodat mensen dat nostalgische, lekkere gevoel hebben: van... Oh ja, die was er ook nog en ja. meebleren en heerlijk. En daarna wil ik eigenlijk alweer door. Dus uh, ik moet zeggen, soms trek ik dat iets door naar het extreme. Dat ik ook denk: van... Oké, okay, gast, neem zelf ook even rust. Maar uh, ik vind het gewoon fucking lekker omdat, om mensen de hele tijd zeg maar, weer een nieuwe golf te geven van enthousiasme, van liefde, van. Gewoon passie en vreugde. Ja, vooral ja. die platen van vroeger, die duren natuurlijk heel lang. Ja, ja. Die. <laughs> Dus, dus dat ja. Is wat je eigenlijk bedoelt is dus van die setjes, is gewoon kort maar krachtig. Maar ja. wel gewoon waar alle elementen zitten. Dat mensen elkaar wel even kunnen aantikken. Van, ja, ja. ja, en even, even dat genietsmomentje, genotsmomentje hebben. Uh, ik moet zeggen, het doet me soms ook wel pijn hoor. Want ik, ik knip meestal die platen van tevoren, zeg maar. Knip ik al naar de stukken die ik dan interessant vind. Dat doe ik niet alleen omdat het live. Soms niet helemaal lekker overgaat als je stukken live zou uh, hotcuen, zeg maar, en zou knippen zo. Uh, maar ook gewoon omdat het mezelf, omdat ik zo snel doorga, iets meer rust geef, waardoor ik wel meer kan genieten van mijn set. Ja, um, maar soms. Maar dan knip jij de platen dus in de studio al. Ja. En dan mix je ze natuurlijk nog wel in, ja. alleen dan zoek je wel even een punt van hey, wanneer klinkt welke plaat het best kan ja, overgaan precies. op de vorige. Ja, maar ik bedoel, okay. da daar ben je DJ voor, dus dat, dat weet je, dat, dat, ja. je moet wel iets kunnen doen, zeg maar. Like. Ja, ja, ja. Maar uh, nee, weet je, soms ben ik ook aan het knippen en dan denk ik, gast, dan moet dit stukje er nou ook nog uit? Maar, je weet je, ik vind die balans ook belangrijk. Een plaat duurt meestal een minuut twintig, een minuut dertig max Bij mij. Uh, en als je dan opeens een plaat hebt van vier minuten... omdat ik hem zo leuk vind... ja, dan trekt dat ook die balans weer scheef, zeg maar. Dus ja. ik ben soms wel, uh, wel echt een slager, zeg maar. <laughs> ja, mooi. <laughs> hey, en... Um, uh, ik wil het ook nog even hebben over The Lead. Want daar heb jij volgens mij... Even zien, wat heb ik opgeschreven? In 2016 was The Lead versus Jason Payne. En in 2014 op een beachclub. Ja. Uh, ook op zijn event. Wat... wat wat weet je nog van hem? En wat voor invloeden heeft hij gehad op de hardstyle van vandaag de dag? Nou, ik denk um, als je alleen al kijkt waar we nu zijn. Uh, gated Kicks. Uh, heel veel echt gewoon diep. Toch meer, ja, leeg is misschien het verkeerde woord. Maar meer die balans tussen heel hard en, weet je wel, sfeer, duister. Ja. Dat, vind ik echt, uh, dat vind ik echt wel iets waar hij heel groot... Eigenlijk zijn stempel op heeft gedrukt. Wat echt zijn sound was. En Ryan was gewoon een hele toffe gozer. Echt altijd al. Heel nederig. Heel lief. En uh, ja, ook gewoon een goede vriend, weet je wel. Gewoon een gast. Waar ik het echt gewoon. Nou ja, die ik gewoon heel graag zag. Ja. En uh, het deed me dan ook heel veel pijn. Om, uh, om te, ja, te horen dat hij uh, uit het leven was gestapt. Ja. En um, ja, weet je, ik. Ik, ik denk, ja, even op zijn muziek dan in ieder geval. Ik denk dat hij. dat hij echt een hele grote stempel heeft gedrukt. op wat heel veel jongens nu heel graag doen. Ja. Uh, en uh, ik denk dat hij daar. Uh, ik denk dat, ja. Dat, ik dat, denk, dat, denk dat hij daar heel trots op zou zijn. Ja. Dat heb ik ook. Uh, als, ja, iedereen die mijn setjes kent, die weet dat ik. Uh, dat hij ik echt een de fan ben. Ja. ja, ja. En ik hoop dat hij op een betere plek is nu. Ja. Met, uh, met rust. Hé, hey, eh. Um... De, de toekomst. Want ik heb een klein lijstje. Je hebt natuurlijk de Label Night, Super Size King Day, twee dagen intens. Deze wel, Rebellion Outdoor en Hard Classics. Die staan er al. <laughs> ja. De rest moet nog komen. Ja, klopt. Um, hoe, hoe gaat jouw jaar eruit zien? Zowel qua ambitieus, van wat, wat heb je doelen voor jezelf? Uh, boekingen, uh, platen waar je mee bezig bent. Hoe, hoe ben jij bezig om jouw 2024 vorm te geven? Nou, ik denk. Uh... Sowieso, laten we even bij Goalschool beginnen. Uh, dat ik dat nog uh, drie stappen verder wil uh, tillen. Ik ben, uh, ben aan het kijken om er een manier van te maken om daar echt een live act van te maken. Waarbij ik echt uh, met uh, drumcomputers en dingen uh, de boel uh, nog wilder kan maken, zeg maar. Het is ook gewoon, ik vind het gewoon leuk om daar mee te experimenteren en juist... Uh, juist die bekende nummers zeg maar waar iedereen eigenlijk alles van kent mm -hmm. teksten, uh, sampletjes van vocals uh, uh, inderdaad stukjes melodie, uh, maar ook bekende kicks weet je wel, die, waarvan je weet gewoon die komen uit die plaat, om daar een soort van mega mashup van te maken het is nog iets wat echt mega in de kinderschoenen staat, dus de fase eigenlijk daarvoor zal nog zijn om, uh, om echt nog heel veel verschillende uh, ja, goede tracks bij elkaar te zoeken eigenlijk. Eigenlijk is Gold School niks meer dan een soort van liefhebbers uh, uh, situatie, waarbij ik gewoon echt alles probeer op te uh, rakelen wat me echt heeft geraakt zeg maar in de afgelopen uh, jaren. Een soort persoonlijk power hour. Ja, eigenlijk wel. Ja, Weet je, kwaad, ja. die vibe krijg ik ervan als ik het jou over Maar dat over is ook vertel. wel een beetje de gedachte feest, ja. alle platen komen voorbij ja. met kicks onder de melodie ja. van een ander, dat je denkt, huh? Ja. Ja, ik ben ook dat... echt uh, altijd fan geweest van de manier waarop de Power Hour mixes uh, in elkaar zitten. Ja. En uh, het lijkt me ook geniaal trouwens om dat te doen. Ik weet niet, wie, ik weet niet eens wie dat maakt, maar dat is echt, uh, uh, echt lijp. Dus uh, nee, met Gold School ik denk inderdaad. denk persoonlijk gewoon... Maar... Uh, misschien ook wel gewoon fillen en een diep examen. Ja, dat is, het zou dat zomaar kunnen, maar... Uh, is wel nou echt, echt... Een, een kindje natuurlijk. Ja, ja dat is true. Een, uh... Ja. Ik zal het okay. eens dus, uh, vragen. Dus dat is, ja. Uh, dus Gold School, die wil je eigenlijk... Drie niveaus omhoog trappen dit jaar. Zeker. Ja. Um, en en voor, voor je eigen muziek. Hoe ja, het, uh, waar ben je mee bezig? Ik moet eerlijk zeggen. dat de afgelopen maanden. ben ik zo druk bezig geweest met het label. Uh, uh, naar het nieuwe niveau tillen, zeg maar. Dat ik eigenlijk weinig tijd heb gehad om nieuwe muziek te maken. Maar dat gaat, uh, gaat ook zo snel mogelijk veranderen. Waarbij ik gewoon uh, elke anderhalve maand. Uh, elke maand, anderhalve maand. een nieuwe plaat wil uitbrengen. Dus uh, ja, het nieuwe is ook nog lang niet klaar, zeg maar. Nee. Ja. Hoe, hoe ziet jouw workflow uh, eruit uh, qua produceren? Is het, uh, begin je met, ja, hoe, hoe begin jij met, met een plaat voor de, voor de producenten onder ons? Wat is, wat is jouw workflow uh, <coughs> als je geen inspiratie hebt? Hoe, hoe pak je dat aan? Hoe zorg je dat je mentaal ook jezelf ook de ruimte ja. geeft voor die inspiratie? Nou, wat ik meestal doe is het uh, soms even met rust laten juist. Daar begint het eigenlijk. Uh, als ik net klaar ben met de, met de plaat. Dan neem ik even een tijdje even gewoon chill. Uh, en wat ik dan doe is eigenlijk zoeken naar iets wat me inspireert. Dus dat kunnen focals zijn, meestal zijn het focals. Uh, heel vaak is het ook gewoon een, 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 een geluid. Uh, waar ik dan bijvoorbeeld een melodie mee kan maken. Die ik over het algemeen daarna weer verander. En heel vaak komt zo'n geluidje niet eens meer voor in die trek. Maar het is wel iets wat dan sparkt. Je, je moet even een vonkje voelen van hey dit is lekker. En dan. Uh... <laughs> Uh, dit is lekker. En dan, uh, ja, dan, dan kan je gewoon verder, zeg maar. En anders blijf je alleen maar op zo'n leeg plat pielen met dingen. Zonder dat je echt het gevoel hebt waar je heen gaat. Maar als, meestal, als dat eerste dingetje er is. De focal de of bijvoorbeeld een, een vet geluid. Ja, dan gaat de rest eigenlijk best wel snel. Ik begin meestal niet met kicks en dingen. Uh, meestal omdat ik de kick vind moeten passen bij de rest van de vibe van de plaat. Mm -hmm. uh, wat ik wel te veel doe, vergeleken met andere producers, is uh, heel vaak een nieuwe kick maken. Uh, waardoor ik soms ook wel uh, een week... Uh, mijn eigen claim kan verliezen in de kick. En dan de dag erna denken... tering, oké, okay, dit moet weer anders. En zo blijf ik maar bezig. En die kick maak je dus, uh... niet dan van scratch? Want je hebt natuurlijk heel veel verschillende manieren hoe... Uh, ik weet niet wie dat... Volgens mijn harddriver zei dat een keer in de masterclass. van ja, Eigenlijk maak ik niet meer uh, nieuwe kicks. Want ik heb zoveel. Ja. Dat ik ook gewoon van mijn bestaande kicks... kan ik ook gewoon ja. nieuwe kicks maken. Oeh. Want uh, het maken van kicks is natuurlijk... Ja, echt een kunst op zich. Het is gewoon heel vervelend. <laughs> ja. Heel naar is dat. Maar, maar ja. waag je, je daar nog wel eens aan? Dat je nou, denkt... ik moet zeggen, ik Versprek. vind het nog steeds leuk om mijn eigen kicks te maken. Uh, doe ik meestal uh, of met een drumcomputer of uh, met uh, uh, gewoon samples inderdaad. In elkaar lassen en dingen eruit knippen. Nog dingen tweaken, equalizen enzovoorts. Die stoorden. Uh, maar het wisselt heel vaak. Ik heb soms ook wel eens gewoon een kick uit een uh, sample pack pak. omdat ik hem gewoon vet vind klinken. Ja. Dus dat wisselt heel erg. Ja. En uh, het hangt er maar net vanaf. Uh, ja, of je iets vindt wat er uh, nu al bij past. en wat je top vindt. of dat je denkt: van, nou, ik zou dit toch liever zelf willen doen. Ja. Dus dat, dat is uh, ook het verschil ja. met vroeger, denk ik. Hè? Nu heb je overal wel. masterclass. Ja. Ja, hardstel uh, sowieso natuurlijk heel vroeger, lang. Uh, inderdaad... Vroeger was het was gewoon: het niks. ga maar zitten. Ga ja, maar ja, doen. Ja, ja en, uh, maar ja, dat hoor je ook wel. En ik bedoel, ik denk ook wel dat je sommige taken gewoon beter kan overlaten aan de mensen die er echt goed in zijn. Hmm. En als ik dan, uh, ik denk als ik eerlijk mag zijn, dat sowieso draaien mijn sterke punt is en produceren minder. Nou, als ik dan zeg maar veel meer tijd kwijt ben aan kicks maken terwijl ik een mooie kick kan vinden. Ja, dan zie ik niet echt het punt om daar uh, zeg maar een week aan te besteden. Nee. Dus dat, dat wisselt heel erg. En uh, ja, ik heb nog steeds dat ik af en toe wel denk: van nou, dit mag wel druigen Dat ik zelf ga lopen pielen. En, uh, en ja, dan komen er ook heel vaak uh, hele vette dingen uit. Ja. En vocals, Splice? Splice. Uh, ik ben de laatste tijd ook weer zelf bezig om uh, mijn eigen stem te gebruiken. Dat deed ik vroeger heel vaak. Uh, heel lang niet gedaan. Uh, ja, serieus? Ja, ja, voor een rap of meer uh, cinematisch? Ik heb, denk ik alles wel een keer gedaan. Ik heb gezongen op platen. Uh, ik heb heel vaak uh, rapteksten gehad. Nuclear heeft een raptekst. Dat uh, ben ik zelf. Uh, ah, Punish serious? ben ik zelf. Uh, ja, weet je, uh, brainless zit een focus. Soms zijn het hele kleine geluiden. Weet je wel? Dat ik denk van, uh, wat was het nou? Bij brainless heb je een yeah-stukje. Dat ik dacht van, nou, ik zocht zoiets, maar het moet even iets meer pit krijgen. Weet je, net voordat die kick erin komt, even zo'n. Nou ja, dan, dan denk ik, ja, ik kan wel duizend jaar lopen zoeken. Of ik kan gewoon even zelf, yeah, erin gooien. En dan even ja. tweaken. En dan, dan wordt het ook wel vet. En dan ja. is het ook echt iets van mij, zeg maar. Dus dat, uh, ja, dat probeer ik ook wel vaak te doen. Ja. En, en hoe lang, wat me ook wel aanspreekt, wat je zegt. En dat lijkt mij ook lastig. Dat je ook af en toe even moet loslaten dus. Heb je geen inspiratie, ga dan niet lopen drammen. Maar, ja. maar laat het dan even gaan. Ja. Terwijl je, wel, je wil wel bezig, maar soms... Ja, ja, we hadden het er net al over. Uh, jullie hebben hier natuurlijk een prachtige studio. Uh, ik ben blij met mijn, mijn thuisstudio. Maar als ik het hier dan soms zie, dan denk ik... Wow, wow echt, wel, uh, echt wel heel dik. Maar ja, dan heb je natuurlijk ook wel vaak dat je in de studio zit. En dat je dan denkt... Nou, ik voel het eigenlijk niet vandaag. Nee. Of dat je thuis bent juist. En dat je denkt, oh ik heb er nu echt zin. Ja. Maar ja ik kan niet naar de studio bijvoorbeeld nee. uh, dus wat ik eigenlijk laat doen is is ik heb wel mijn vaste studiodag dus dan vrijdag zit ik daar sowieso maar ik heb heel vaak dat ik dan bijvoorbeeld op dinsdagavond opeens denk van nou ik heb... nu voel ik hem ja, ja dan pak ik gewoon een momentje en dan komt er in een uur komt er veel meer uit eigenlijk dan dat je vier uur in de studio zit ja hey, als jij uh, qua produceren creativiteit als jij terugkijkt naar naar jouw carrière tot nu toe en en je zou één ding mee willen geven aan producers... die misschien nu kijken en net beginnen of, of vastlopen. Wat, wat, is, wat is jouw gouden tip geweest? Ik, uh, ik heb me echt jarenlang heb ik me druk gemaakt om wat mensen van me vonden. Uh, in, van muziek, zeg maar. Uh, ik ben best wel perfectionistisch. Maar als je een echte producer bent, in mijn ogen, is het nooit af. Je bent nooit tevreden en het kan altijd beter. Uh, probeer dat dus ook even los te laten. En zet voor jezelf een soort van tijd... Timebox noemen ze dat. Zeg twee weken, misschien een maand, maakt niet uit, hangt van jouw situatie af. Uh, dat je ook gewoon zegt: het is nu klaar. Hm. Want anders ben je nooit, ben je nooit klaar. Nee. En zeker beginnende producers. Het is gewoon heel makkelijk om te blijven perfectioneren en denken dat het beter wordt. En denken dat het beter wordt. Terwijl je ook heel veel leert van het daadwerkelijk een plaat afmaken. Dat is, ik vind dat echt een kunst op zich. Het is heel makkelijk om een eerste idee neer te pennen. Maar echt die plaat afmaken en uitbrengen, dat is echt een ander verhaal. En ik denk dat heel veel beginnende producers daar zich ja, eigenlijk in verliezen. Heb ik ook jaren gedaan. Ja, en het gekke is denk ik ook dat op het moment, ik weet niet of jij dat ook hebt, maar als er een plaat uitkomt of je luistert hem terug. Je ziet tijdens het luisteren ook het project voor je. Ja. En uh, je hoort alles. Ja. Maar een luisteraar hoort dat niet. Nope. Het boeit niemand. Nee. Nee. Nee, maar dat is, dat is moeilijk te verkopen aan iemand terwijl die muziek maakt, zeg maar. Want je wil, en zeker als je net begint... Ja, wil ja je, je hoofd weet dit. Ja, maar gevoelsmatig ja. blijf je in een soort precies. loop van ja, ja oké, okay, nog één keer. Ja. Nog één keer dit. En dan pas je iets aan en dan klinkt de rest weer. Ja, ja, ja. ja precies dat. Ja. En iedereen die kent het die ermee bezig is. En dat is juist het punt. Als je blijft pielen, dan kom je nooit op dat punt dat jij die plaat maakt, uitbrengt, en dat mensen überhaupt weten wie je bent. Waardoor je ook meer, meer drive en inspiratie krijgt om aan je volgende plaat te beginnen. Ja. Dus uh, zeker gewoon proberen die eerste plaat binnen een bepaalde tijd af te maken. En dan weer door te gaan naar het volgende. Ja. ja. Hey en social media. Uh, daar ben je ook actief op. Ja. Uh, we hebben vaak wel ook wel de stelling en ook wel de discussies en de dilemma's. Uh, vandaag de dag lijkt social media belangrijker dan de kwaliteit van je muziek. Mm -hmm. um, hoe, hoe, hoe kijk jij naar social media en hoe zorg je ervoor dat dat, dat up-to-date uh, blijft? En hoe belangrijk is dat voor jou als Jason Payne, voor jouw merk? Ik vind het wel een lastige vraag, want persoonlijk heb ik best wel een hekel aan uh, social media. Ik, uh, ik vind het gewoon een beetje nutteloos voor mijn tijd om urenlang te lopen scrollen op, uh, op van alles. Um, aan de andere kant uh, denk ik dat Jason Payne nooit was gelukt zonder social media. Uh, het begon al met Facebook uh, op het moment dat ik net een beetje bekender begon te worden. Was het overal op Facebook dat ik mijn naam kon terugvinden in, op, op stories, en, 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 stories, posts en dingen van mensen... En uh, het feit dat je daarop kan reageren, weet je wel. Als artiest zijnde. En dat je ook kan zien wat mensen van je vinden. Maar daarop ook... Ik vind het heel fijn om mensen dan bijvoorbeeld te bedanken... ...als ze een filmpje voor me hebben gepost. Um, nou, dat zorgt er wel voor dat je je bindt aan mensen. Ja. En dat was anders nooit gelukt, denk ik. Uh, dus in die zin vind ik het heel fijn. Alleen het feit dat inderdaad... ...hoe groter je bent op socials... ...ja, hoe bekender je dus bent... ...en dat je daarom geboekt wordt... ...ja... Het, het blijft een lastig ding. Ik snap het ook wel dat organisatoren gewoon willen dat hun feest. Ja, dat, dat gebeurt. Ja. Zeker. Denk ik. Oké, zeg... gewoon zo lijkt het voor ons, voor de buitenwereld. Zo lijkt het voor mij dat... ook. Ik, ik heb nog nooit een organisator daadwerkelijk gesproken en dat die zei van, oh nee, ik kijk gewoon hoeveel likes uh, iemand heeft. Nee. Uh, of volgers. Maar um, weet je, ik denk dat het wel helpt, inderdaad. En ik vind het ook leuk om af en toe wel iets te posten als ik echt iets te vertellen heb. Maar ik vind het wel moeilijk om bijvoorbeeld van elk klein wissel wat, wat ik doe, zeg maar, ja, daar een, een story foto van te een maken. Een van een bakje koffie en dan uh, ja, weet denk je dan he? de volgende plaats. Ook ja, zo ja. Cringe, daarom. <laughs> ja, en, en tegelijkertijd zijn dat wel de posts die het over het algemeen het beste doen. Zeg maar, als je dus inderdaad post van ik heb een nieuwe plaat uit, ja. dan heb je waarschijnlijk veel minder reacties dan wanneer je een of ander dom filmpje maakt van je koffietje. Ja. Dus, uh, hoe, uh, hoe deed je dat uh, vroeger? al? Vroeger, al. Vroeg al. Hoe, hoe bleef je toen eigenlijk actueel en, en want toen was natuurlijk de era van social media, was wel een beetje opkomend. Je had misschien Ja, hijf's of... ja Je was toen vooral bezig met, uh, met forums en zo, dus je zocht ja. wel op het internet gewoon naar uh, de mensen die ook met hardstal bezig waren. Ja, en dan kwam je dus inderdaad op al die forums waar, uh, waar heel veel mensen nu alleen maar zeggen: van ja, er wordt alleen maar op gehaat. Uh, maar ja, dat, dat weet je, dat dat is ook gewoon, is gewoon een groepje groepje ook liefhebbers die toen veel kleiner was, zeg maar. Ja. Die, uh, die ja, ook bij elkaar kwam. Alleen dan dingen deelde op fora. Ik vind Reddit mooi, man. Ik volg dan ja. die Reddit hardstel. Nou, daar, komt, daar zitten zulke geeks in. Er hoeft maar <laughs> één keer anders te zijn. En dat komt daarin, weet je wel. Ja, maar. mooi hè. <laughs> en Roeler, die reageert ook altijd onder die post. <laughs> en het is allemaal. Uh, ja, mooi, man. Ja. Hey, en. Um, uh, dus, dus Jan agenda, die komt wel vol verwacht ik in de ja, zomer. Zeker. Uh, waar kijk je het de meest naar uit? Oeh, dat is moeilijk. Ehm. Um... Ik denk sowieso wel elk jaar intens. Ja, twee dagen. Ik, uh, ja, ja uh, intens is voor mij echt een uh, festival. wat precies de goede maat is. Het is fucking groot... maar tegelijkertijd ook best wel hmm. intiem of zo. En uh, ik weet gewoon dat iedereen die daar werkt. die heeft zoveel passie voor zijn werk. Ze doen het met zoveel plezier. En dat zie ik. Eigenlijk voel je dat gewoon, zeg maar, of zo. Als je daar komt. Dat straalde vanaf en dat vind ik gewoon prachtig om te zien. ja, uh, ja Voor de rest sowieso weer Decibel. Uh, vandaag dus de aankondiging. Ik ben weer de partyburgemeester. Dat betekent dat ik uh, dat ik gewoon drie dagen lang uh, weer op een karretje mag gaan rijden over de camping. Mensen blij mag maken. Uh, ja, daar word ik gewoon zelf heel gelukkig van, vooral. Dus dat, uh, ja, dat wordt gewoon heel tof. Ja, Decibel wordt wel een beetje jouw editie als ik dit zo hoor. <laughs> en met het label, en drie dagen lang gewoon. Uh... Ja. Ja, ik ben, uh, ik ben ook echt heel erg uh, blij met het vertrouwen wat BTS me elk jaar geeft. En, uh, ja. en uh, dat ik daar gewoon überhaupt het, het gezicht van mag zijn, uh, in die zin. Ja. Dus dat vind ik echt heel tof. En uh, ja, ik maak de gekste dingen mee als partyburgemeester. Dus wat, uh, wat is het gekste wat je hebt meegemaakt? Uh? Nou ja, ik denk toch wel dat je gewoon inderdaad opeens uh, achter het hele festival rondrijdt. ...om vervolgens iemand te uh, feliciteren met zijn verjaardag. Dat is dan van tevoren doorgegeven. En dan kom je dus aan bij een, uh, bij een huisje, klop je daar aan... ...en dan sta je daar dus opeens een feestje te maken... ...voor echt acht man die in zo'n huisje zitten... ...en die zo, zo naar de festival toe gaan. Ja, dat zijn gewoon hele leuke, gezellige dingen. En ja. ja, weet je, dat soort dingen, daar doe ik het gewoon voor. Dat, dat is ook het leukste van draaien, denk ik. Mensen blij maken. En uh, na een lange week werken gewoon even dat geluksmomentje geven, zeg ja. En wat is in jouw hele carrière het gekste moment geweest als artiest? Op een boeking? Dat je dacht, nou, wat, wat dat nou was? Nou, ik, ik denk niet zozeer super gek. Ik denk eigenlijk meer voor mij het spectaculairste momentje voor mezelf dan. was toch wel het kraut surfen op Defcon. Ja, die staat. Ja. <laughs> Op Facebook? Ja, Spotify. Of, ik hem staan. Ja. Spotify, ja, ja, die header ja, ja, inderdaad. Ja, ja. ja, ja, ja. ja ik, uh, ik, uh, ik struggle eigenlijk al mijn hele leven met mijn gewicht. Het gaat, ik ben echt zo'n yo, -yo diëter die uh, dan weer 20 kilo aankomt en dan weer 20 kilo afvalt. En ik had voor mezelf een jaar van tevoren al uh, afgesproken: van als ik onder de 90 kilo ben, dan mag ik van mezelf die crowdsurf een keertje doen, want dan kunnen ze me dragen. Ja, ja. Uh, en uh, nou ja, kaart voor gewerkt en toen was het gelukt. Maar dan sta je daar en dan denk je met je grote bek. Terwijl je dat al tegen iedereen hebt lopen blaren. Mijn vriendin en weet ik veel wat allemaal. Van ja, ik ga dit doen. En dan sta ik daar. Dan denk ik, ja, godverdomme, wat nou als ze me niet opvangen? Of uh, wat nou als ze me niet kunnen houden? <laughs> dus, ja, dat lijkt me ja, wel. Dus, uh, dus nee, dat was voor mij was dat wel uh, het spannendste. Maar vanaf voor beetje, de tijd, dan, dan ga je. Ga je dat natuurlijk, ga je dat denken? Ga je het of van Wat, wat is die met op of zo? zo ja, weet wat je. Zo het filmpje, <laughs> weet je wel? Van negen springt het publiek in en uh, zak ja. weg. Jason ja. Payne geeft andere Pijn. Ja, daarom. Ja, ja. Dus, uh, nee, ik, uh, nee, dat was voor mij wel, uh, wel spannend, zeg maar. Genoeg. Ja, zou je het ja. weer doen? Ja, ik denk het wel. Maar dan moet ik wel eerst weer even afvallen. <laughs> Oké, okay. ja, dan spreken we die af. Hé, hey, zullen we even naar... Um, uh, Kiss, Mary, Kill... Maar dan heb ik de hardste variant. Dus Kick Collab Track. Okay. Uh, ik heb drie uh, artiesten opgeschreven. En van één mag je een Kick uitkiezen die je dan uh, mag hebben. Een Collab doen. Nou, dat spreekt voor zich. En een Track. Uh, dus dan pak jij een plaat en die komt dan in jouw discografie op Spotify. Um, ik heb Adaro, Regain en Sick Mode. Oeh. En beginnen we bij een Kick. Ik denk. Uh, sick mode. Want ik vind zijn kicks wel echt. mogen strak. Ja. Ja. Hij doet ook iets met het uh, stereo veld met ja. zijn kicks. Ja. Dat, ja. dat je echt die. die ik, ja, ik weet niet wat het is, maar het is die, die, ja. die, die, die klepperen gewoon van links naar rechts. Ja. Terwijl die wel ja. zitten wel goed in elkaar. Maar hij doet iets met zijn kicks dat hij, je hem echt, echt zo vol. Ja, ja. En, uh, ik weet niet wat het is, maar het is, uh, ja. het is toch en leeg en, en, en strak inderdaad. En alles tegelijkertijd. En ja. het, het werkt zo goed en het klinkt zo, ja. zo strak. Ja. En, en Robert heeft hem. Gaat hij ja, 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 doen. Ja, heel vet. vet, hè? Ga je erheen, Riepen? Ik denk het wel, ja. Ja, ja bij mij is het ja. uh, elke weekend even kijken wat ik, uh, wat ik van plan ben. Ja, leuk. Ja. Dus Sick Mode, uh, sick mode uh, gaat het doen. Oh, sick. nu we het over de rol van vroeger hebben. Uh, natuurlijk ja uh, yeah? um, Die dat was natuurlijk Sick Mode dan en Mellis mm? Die deden ook iets wat eigenlijk niet kan. Want daar zei ook iedereen over van... Uh, nou, wat hun doen met kicks dat kan heel niet. Oh, mooi. zo, ja. Yeah. Dus ik vind <laughs> hun ook echt wel... Uh, ja, inderdaad. De, 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 de grondleggers. Echt hè? Um, dan Collab. Ik denk toch Adaro. Al zo lang fan van. Hele toffe gozer. Uh, ook een voorbeeld van dat je zo lang mee kan gaan in de scene. en eigenlijk steeds mee kan veranderen met uh, wat er nieuw is. maar tegelijkertijd ook je eigen identiteit behouden. Uh, dus ja, daar ja, vind ik wel echt uh, mega respect voor. Ja. Ja. En dan blijft uh, Regan over. Daar moet je een kick van pakken. Ja, ja nou, die kicks van. Uh, wat? kun je ze allemaal wel. Ja, ja zeker. Oh nee, een track een, een track, er. inderdaad. Ja, track. Heel scherp. Een track. Kick hadden we al gehad. Ja. Uh, trouwens, die Regan kicks zijn ook dik. Dus ja. Maar ik, uh, ja, met het oog op uh, dat iedereen altijd roept: Sanjay, draai broken. Zou ik uh, broken wel willen hebben. Ja, <laughs> ik zag het in de, in de comments dat ja. je dus ging met die Geert Wilders ding. Denk... Broken, broken, broken. Ja, broken. ja. ja gruwelijk. Hé, hey, um, we hebben ook wat vragen binnengekregen van op social media. Mm -hmm. uh, point break die uh, vraagt zich af wat is je favoriete onderdeel van het produceren? Oeh, ik denk toch wel dat het uh, dat eerste momentje dat je, dat je gewoon iets voelt, dat je denkt van oh ja, dit is vet. En dat je denkt van oh, hier ga ik echt wat mee doen en dit wordt dik, weet je wel. En het, Tweede momentje, ik heb er eigenlijk twee, sorry. Uh, is toch wel het moment dat je dan dat eerste ding in je hoofd hebt gehad. en dat het staat en dat het ook echt klinkt. Want ik heb ook wel eens dingen in mijn hoofd dat ik denk van me. als ik het dan heb neergezet. oh, dit is toch helemaal niet zo gelopen. als ik, uh, als ik van plan was. Nee, nee, nee. Dus, uh, nee, dat moment dat het allemaal werkt. en het eerste momentje dat je eigenlijk een beetje die, uh, die vonk voelt. Zeg maar. nou, maak jij elk idee ook af? Nee. Want sommige, nee. Mensen, sommige mensen zweren erbij. Ja. Ik denk vooral in het begin dat je denkt: nou, ook al heb je een idee, maak hem gewoon af. Ja. Maar dat, dat is. Nee, nee. Ik, uh, ik heb heel vaak dat ik in de eerste paar dagen denk: Dit is fucking vet. En na een paar dagen toch voel van: Dit is niet. Ik word er zelf niet meer warm van. Mm. En dan heeft het weinig nut meer om ermee door te gaan. Eindstand is wel dat er honderdduizend onafgemaakte ideeën op je computer staan. Maar uh, ja, tegelijkertijd. Als je het niet meer voelt, dan heeft het geen zin meer. Ik, uh, ik zou zelf niet een plaat willen draaien waar ik niet het gevoel bij heb dat het. Het werkt zeg maar. Nee. Wat, wat is voor, voor jouw producties, wat is, wat, wat, wat is een belangrijkste component in een, in een plaat? Is dat, uh, moet het hard zijn? Moet het emotie hebben? Wat, wat, wat hoort er altijd in, vind jij? In Ik denk sfeer. Je, het hoeft niet hard te zijn. Uh, het hoeft ook niet. Het hoeft niet weet je, het, het hoeft niet mogelijk hard te zijn om uh, lekker te zijn, zeg maar. Om je dat gevoel te geven van dit is tof. Dus ik denk dat het echt gewoon sfeer, die vonk, dat moet erin zitten. Je kan echt een geweldig geproduceerde plaat hebben, die uh, echt top klinkt, uh, technisch top in elkaar zit. Maar als er geen ziel in zit, als er geen liefde in zit, dan hoor je dat en dat voel je ja, dan. Je voelt hem, ja. Iedereen voelt dat. Ja. En uh, hetzelfde andersom: een plaat met heel veel liefde, waar geen, uh, waar geen technische kwaliteit in zit, zeg maar, tot een bepaalde hoogte. Ja. Weet je, die kan, het, die kan het veel beter doen eigenlijk. Dus uh, nee, het is toch, toch echt liefde. Ja, er moet ja, gewoon uh, een fonkie ja. in zitten. Ja, mooi. Uh, dus die was van Point Break. Moritz Chiller. Nieuw Spotify releases. <laughs> Vraagteken. <laughs> ja. ja, zoals ik al zei. Ik ben uh, teringdruk geweest met het label... Het is mooi dat het, uh, dat het nou uh, veel meer als een huis staat. En uh, dit is eigenlijk weer het moment dat ik als Jason Payne uh, weer keihard aan de slag ga. Ja. Dus uh, verwacht heel veel mooie dingen nog dit jaar van mij op Spotify. Ja, wat, wat, wat was jouw doel? Of voor releases zei je? Mijn per doel jaren? was eigenlijk om 10 tot 12 releases te doen elk jaar. Dus ja, er moet uh, hard gewerkt worden. Dat is veel ouder. Ja. ja. Heb je dat ooit al een keer gedaan? Nope. Dus, uh, maar ik vind dat je je doelen hoog moet stellen. En, uh, ...en gewoon vooral moet proberen hard te werken. Maar heb je dan nu al uh, plaats op de plank? Want ik neem aan dat je steeds een buffer hebt van... Uh, nou, twee. ik moet zeggen, die buffer is niet altijd even gevuld hoor. Nee, soms ja, uh, dus je moet loopt bak. die leeg en dan moet er <laughs> gewerkt worden. Ja. Maar gelukkig heb ik daar nou wel uh, meerdere ideeën staan die eigenlijk al... Uh, ja, en het scheelt, denk ik, dat jij labelbaas bent. In welke zin? Nou, qua tijd... Want anders stuur je een plaat denk ik op. Dan moet oh, er gebeurd ja. worden, feedback. Jij, jij bent nu in principe ben jij je eigen poort naar uh, distributiekanaal. Zeker, zeker. Dus ik vind het wel fijn om dan feedback te krijgen van de mensen waarvan ik de feedback waardeer. Ja, want hoe, hoe doe jij dat? En meestal is dat begint het eigenlijk bij mevrouw. Uh, heel vaak te laat naar haar mening. Sorry, schat. Uh, maar dan heb ik al meestal best wel een idee staan. En dan uh, heeft zij het al duizend keer gehoord en is er al nee, helemaal gestoord van. Ja, ja, ja. Um, maar dan, uh, dan geeft ze eigenlijk al best wel gouden mening van: oh, dit vind ik wel heel vet of ik zou dit anders doen. Ik luister er niet altijd naar. Uh, ik ben best wel eigenwijs, maar uh, ik, ik waardeer haar mening ja, echt heel erg, zeg maar, omdat zij ook dat voelt van dit heeft gevoel, zeg maar, of dit klinkt eigenlijk best wel dood. Uh, dus dat vind ik het belangrijkste. En daarna ga ik eigenlijk voor de technische naar mijn uh, ja, crew eigenlijk van b 2 Van b 2 B2... <laughs> Break the Rules. Ja, ik ja, B2... oh, ja, dacht B2S, b yeah, heb break. ik wat gemist. Ja, want dat zijn dan de andere gasten die, die ook op het label zitten, die helpen jou dan ook van, met feedback, et cetera? Zeker, we helpen elkaar allemaal en uh, we waarderen elkaars mening. Uh, betekent ook weer daar, weet je, je hoeft niet altijd iets met die feedback te doen. Uh, maar het is goed om te weten dat mensen het sommige dingen bijvoorbeeld anders zien. Of anders ja. zouden doen. Uh, waardoor je ervan kan leren. Ja, ja. gaaf. Very, very nice. Uh, Joey nee, hey, dat, dat is trouwens mijn broertje. Uh, komt er ooit weer een vervolg van 3 the Hardway? Oeh, spannend. Uh, momenteel zit er niks in de pipeline. maar Het zou wel heel mooi zijn, hè? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ik denk dat dat er allemaal aan snakken. <laughs> dus uh, B2S. Of gewoon een keer op uh, Defcon of zo. ofzo. Zou leuk zijn. Zeker. Um, Kolbach. Kolbach-content vraagt boerenkool of alleen worst? <laughs> dat is een maat van me, <laughs> Hij maakt alle video's uh, voor mij. Oh, check. Check. Dus, uh, dat is een ja. vaste fotograaf. Ja, nee, videograaf. Ja. Videograaf, oké. Okay. Ja, wat ja, was het? Boerenkool of? Boerenkool of uh, alleen worst? Alleen worst natuurlijk. Zijn worst. Ja? <laughs> Heeft hij groter dan? Weet ik eigenlijk niet. <laughs> um, even kijken. Sefa Nugroho vraagt: Will you come to any countries of Southeast Asia and or Australia? Dit is een fan van jou vanuit Azië, verwacht ik. Ja. Yeah. Ga je er nog een keer heen? Should I oh, answer yeah, in English? Let's do it in English yeah. for him. Ja. Yeah. Yeah, I would love to do that. Uh like I've uh, I've always wanted to play in Asia and it ne it's never happened before. So uh if any Asian uh, promoters are looking, I would love to come over. Definitely. Cool. Yeah. Is that uh is it hard to to go there or be booked there because it's an well I, th I think the world. well I think for any uh country which has a smaller uh hardcore scene It's it's difficult to to uh be known there since they usually look at the biggest hardstyle artists uh around. Uh so yeah if you're not like uh like a top hardstyle artist here, uh chances are smaller to get booked uh yeah, uh, yeah abroad. Yeah. And otherwise yeah. he he should come here because yeah. hardstyle is here. is here. Uh Jantje 92 vraag, waarom ben je zo'n baas? Vraagteken. Ja, dat weet ik ook niet. Heel veel boerenkool eten. En boeren uh, <laughs> wel. Ja, <laughs> en worst. <laughs> ik wil jou ontzettend bedanken. Een fijne, fijne gozer. Tot ja, ja. toppen <laughs> dus Top, <dat>, uh, <laughs> Laatste compliment van de dag. hoor <laughs> Genoeg, uh, nee, Ik wil jou bedanken dat je hier was. Ik vond het ook echt super vet. En uh, wij gaan jou uh, volgen. Waar kunnen de mensen jou volgen? Jason Payne NL. Nee, op, Instagram. op Instagram. Oh ja. Yeah. En Break the Rules, heeft die, die heeft volgens ja. mij ook een. Break the Rules records ja cool yes en dan wil ik de luisteraar ook enorm bedanken als je nog bent blijven hangen via YouTube of Spotify uh, abonneer geef ons een duimpje comment en uh, volg Jason Payne en dan uh, zal hij je nooit meer verlaten nee hell no ciao ciao <laughs> later